Hallo lieve vrienden, ik ben Xander en ik heb vandaag een groot plan. Ik ga alle schelpen hier op het strand, dit strand, ga ik allemaal tellen. Ja, en ik heb dus een zakje meegenomen en hier ga ik al mijn schelpjes in doen. Want ik heb gehoord dat het bijna schelpenteldag is en ik wil meedoen. Dus ik zie hier al een hoop schelpjes liggen, ideaal voor in een zakje zie. Ik heb nu een aantal schelpjes verzameld. Ze zitten in mijn zakje. Er zitten een aantal hele speciale tussen. Bijvoorbeeld deze. Ik weet niet wat het is. En dan nog eentje met ribbeltjes. En deze. Maar ja, goed. Ik heb er nu, denk ik, een stuk of 20. Is dat genoeg voor de schelpenteldag? Ik weet het niet. Ik ga het eens gewoon vragen. Ah, daar is wel een mevrouw, misschien weet zij het. Kom, we gaan eens naar daar. Dag mevrouw. Hallo. Ik ben Xander. Xander, ik ben Hilde. Ik ben hier schelpjes aan het tellen. Oei, oei. Oei, oei. Ja? Ik heb er 17 al. Oh, dat ligt hier vol. Ik krijg dat hier allemaal niet geteld. Ik weet niet of... Misschien kan u helpen meetellen. Ik heb er 17 schelpjes. En je hebt er... Hoeveel heb je er nodig? Ik weet het niet. Als het voor allemaal. De schelpenteldag is... Nee. Voor de schelpenteldag is het genoeg als je er 100 hebt. 100? 100, ja. 100 schelpen. Maar je mag ze niet kiezen. Ah, nee? Nee. Je moet ze oprapen volgens een gestandardiseerd systeem. Dus volgens... Er zijn regels. Ja. Ja? Goed, ik zal het even tonen. Het is als een spel eigenlijk dan. Ja, wel. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja. Kom even mee, want daar liggen er veel. Dat is misschien wat handiger. Ja, dan loop ik met u mee. En dan zal ik het u tonen. Hoe dat de wetenschappers van ons verwachten dat we dat doen. Hè? Ja. Kijk, hier zet ik een stokje en dan begin je daar rond de hele schelpjes te verzamelen. Spiraalsgewijs. Dat er het dichtste bij ligt, totdat je ervan... Oei, geen kapotte, dat is niet goed. En zo vorm je een spiraaltje altijd verder en verder, totdat je er 100 hebt. Een dubbele schelp telt voor 1. Dus ik ga nog even herhalen. Als ik het allemaal goed begrepen heb, we hebben een stokje gezet. Ja. En dan beginnen we rond dat stokje te tellen eigenlijk, in een cirkel. Dus van binnen naar buiten. Ja, zo. En dan nemen we gewoon de schelpjes. We nemen ze mee. We mogen niet kiezen. Nee, we mogen niet kiezen. Behalve degene die stuk zijn. Die laten we liggen. Voilà. En dan de dubbele tellen als 1 schelp. Ja. Dus degene die nog toe zijn. Zo is het. Dat is hier een soort van lange schelp, ja. Een ronde schelp, maar dan zwart gekleurd met ribbeltjes. Ja, de kleuren mogen we eigenlijk niet naar kijken. We moeten kijken naar de vormen van de schelpen. De vorm. Ja. Dus we gaan ze moeten sorteren, soort per soort leggen. Soort per soort. Dus soort per soort kijken. Ja. Deze bij elkaar. Is dat ook hier een beetje hetzelfde? Ja. Voilà. En dan een lange zo. Ja. 98, 99. Oh, ik heb er nog wat mosseltjes bij gelegd. 100 is hem dat dan? Hè? Oh, ja, 100. Ja, voilà. Ja, goed. Goed. Dus nu liggen ze per soort, de ribbeltjes bij de ribbeltjes. De lange bij de lange. Maar hoe weten wij nu welke? Heeft dat een naam, deze schelp? Elke schelp heeft zijn eigen naam. Ja. En als we dat niet goed weten, ja, dan gaan we Omer erbij roepen. Omer is de expert. Ja. Dat kan hier toch allemaal, hè? Dat dat hier zo vlug kan gaan. Dag Omer. Yes. Ja, we hebben hier een aantal schelpjes liggen. Ja. Nou, blijkbaar hebben die een naam en blijkbaar weet jij die namen. Kan jij ons helpen? Ja. Dus de vorm van de schelp kun je zien, ofwel heeft hij dus twee kleppen. Ja? Ja. En dus, zoals het beste al gekend natuurlijk, twee klepjes, dat is een mosseltje. Ja? Een mosseltje is natuurlijk frequent bij ons. Maar dus andere schelpen hebben dus een gedraaide vorm, zoals de wolk. De wolk. Ja, de wolk. Dat is wel een grote wolk. Maar die loopt dan eigenlijk zo rond? Dat kruipt eigenlijk op zijn buik. Deze met de ribbeltjes. Welke is dat? Het ribbeltje is dus ook een schelpje met twee klepjes. Het kokkeltje. En het kokkeltje heeft dus de naam van het hartschelpje. Deze twee horen te samen. Ja. En dat is zelfs zoals een mosseltje leeft. En hoe komt die aan zijn naam? Als hartschelpje of als kokkeltje.
komt ergens een naam, wanneer je dat schelpje dus vers vindt, levend vindt. Ja. En je kijkt dus frontaal op dat schelpje. Dit weerkleurt is precies een hartje. Ja, ja, een hartje. En zijn Latijnse naam is ook Cardidae, van de cardium. Van cardio. Van hartjes. Voor ja. Je hart, ja. Van het hartje, ja. Hoe leeft, zit er daar dan een beestje in? Hoe leeft dat dan? Ja, er zit er op hetzelfde beestje, ongeveer hetzelfde systeem zoals een mosseltje. Maar dat schelpje kan dus ingraven in het zand. Ja. En kan dus vanuit het zand zelf, kan hij dus ook wel zijn eten zoeken van hetgeen dat passeert. Want dus een schelpje leeft eigenlijk van dus plankton, dat wij niet kunnen zien met ons blote oog. Dat zijn dan piep kleine diertjes. Ja, ja, piepkleine diertjes. En dat is, daarmee maakt dus het schelpje maakt hij dus zijn leven. Ja. Dus hij moet zijn buikje daarmee vol. Ja. Maar, dus hij maakt eigenlijk zijn schelp ook verder uit. Want dat kogeltje is ongeveer ook twee jaar en een half. Dus ja. Als hij veel eet, dan kan hij weer een beetje groeien. Dan wordt zijn schelpje groter. Dan wordt zijn schelpje een beetje groter, hè. Ja. Ik zie hier nog een hele mooie, maar echt een supermooie. Ja. Ik durf er bijna niet aankomen. Ja. Die ziet eruit alsof hij uit de kleine zeemeermin komt, toch? Ah, ja. Met het wenteltrapje. Het is een penhoorn. Hè. Het is hetzelfde zoals een wulk. Ja. Maar het is een heel andere vorm natuurlijk. Hè. Kan je er veel van vinden of moet je hier heel goed voor zoeken? Moet een beetje passen dat je het eigenlijk vindt. Ja. Ja, dus je moet eigenlijk heel erg geluk hebben. Ja, als je het vindt, dan is het ook een geluksbrenger. Een geluksbrenger. Je kan het eigenlijk dan aan een ketting hangen. Ja. Een portebonnetje. Ja. Nu weten we dus hoe al die schelpjes aan een naam komen. Waarom moeten we die eigenlijk tellen? Waarom gebeurt die telling? Wel, als wij met z'n allen zoveel mogelijk schelpjes kunnen tellen, dan is dat voor de wetenschappers heel interessant om te volgen, jaar na jaar, hoe dat het evolueert, of er nieuwe schelpen bij komen, of er misschien zijn die verdwijnen of minder voorkomen. En dan kunnen zij zien hoe dat alles verandert in de natuur en in de zee, wat dat er in de zee leeft en wat dat er hier aanspoelt, heeft ooit in de zee geleefd. Ja. En zo krijgen ze daar dan een beeld van. Het zijn allemaal lege kadavertjes. Elk schelpje dat je ziet, heb je Maar omdat zij kunnen dat als wetenschapper allemaal zelf komen tellen. Dat is ongelooflijk veel werk. En het is natuurlijk, het voordeel is ook, dat wij op die manier ook heel veel leren over de zee. Ziezo, we hebben weer heel wat geleerd over schelpen. Over mega mooie wenteltrapjes, hartverwarmende kokkeltjes en er is nog meer. Je kan ook gewoon zelf meedoen en hier aan onze Noordzee de schelpen tellen op de Grote Schelpenteldag. Meer informatie daarover vind je op www.groteschelpenteldag.be.